tegen mijn moeder. Mam, kijk eens, mama is jouw moeder. Oh ja? Moeder, ik heb haar nog nooit zo groot. Ja, maar ik We herdenken dat het vandaag, 15 augustus 2024, 79 jaar geleden is dat Japan capituleerde en er voor het Koninkrijk der Nederlanden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het is een plaats en een dag om te herinneren en eer te bewijzen aan de dierbaren die de Japanse agressie en onderdrukking niet hebben overleefd. Over. Treer. Vandenwacht rechts zwenken. Mars. Mag ik u verzoeken te gaan staan? Muziek! Vier ereroffels! Muziek!
verwelkomen in het bijzonder minister-president De Schoof. Maar ook zijn voorganger Mark Rutte, hier samen met familie ergens onder de duizenden op het veld. Dank Mark voor jouw grote betrokkenheid bij de herdenking al die lange jaren. Volgende maand is het 80 jaar geleden dat de bevrijding van Nederland een aanvang nam. Had een ouderwets zwart schrift bij zich, met van die rode stippeltjes. Op de kaft stond geschreven, Spaans, Turmulen, Thijssen en Co, Medan. Het bleek het dagboek van mijn overgrootvader. Een dagboek in een aantekeningenschrift, dat oorspronkelijk was bedoeld voor de bijlessen Spaans, die hij kort voor de oorlog volgde in Nederlands-Indië. En nu was het dagboek terug bij de familie. Toen de oorlog uitbrak, raakte mijn overgrootvader, Karel Nicolaas Turmulen, thank you.
nationale herdenking 15 augustus 1945. Mag ik u allen voor het vervolg van het défilé verzoeken om de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Graag vraag ik uw aandacht voor een waardig verloop van het défilé en het in acht nemen van de ruimte rondom de Vaandelwacht.